We zijn vandaag te gast op de nieuwjaarsbijeenkomst van Leidschendam-Voorburg. Bij ons staat burgemeester Van der Sluis. Burgemeester Van der Sluis, dit is uw laatste nieuwjaarsbijeenkomst als burgemeester. Maar u blijft nog in functie tot het najaar. Is er nog een uitdaging voor u in die tijd? Nou, de uitdaging is zonder meer om het goed af te ronden en over te dragen. En je bent van de eerste tot de laatste minuut als burgemeester in dienst. Dus 31 augustus, dan is het afgelopen en niet voor die tijd. We zien net burgemeester Hoekema binnenkomen. Welkom ook. Misschien dat u erbij wil komen. Want we willen u graag samen interviewen. Ja, dat was het doel. Ja? Wat vindt u van elkaar? Ik vind collega Hans van der Sluis een hele ervaren, wijze en mamele burgemeester. Die heel veel ervaring in het vak met zich meebrengt. En die ook in een wat moeilijke situatie, zoals de laatste maanden, ik heb het op een afstand natuurlijk gevolgd, de vestiging van een asielzoekerscentrum, het hoofd goed koel heeft weten te houden. En ook last but not least, dat mag ook gezegd, hij kan ook heel goed met persoonlijke tegenslag in zijn leven omgaan. Dat vind ik heel knap. Dat asielzoekerscentrum waar het over heeft. Ik moet eerst even iets aardigs over hem terugzeggen, toch? Ik geef graag de kans. Ja. Nou ja, kijk. Jan Hoekema is iemand die uit een ander loopbaanpatroon het burgemeesterschap is ingestapt. Dat is buitengewoon aardig en nuttig. Want hij brengt uit de Kamer en uit zijn buitenlandse zakentijd ook weer hele andere ervaringen mee. Waar mensen die, zoals ik, een groot deel van hun leven in dat burgemeestersambt zitten, toch wel eens voordeel van hebben. Nog los van het feit dat wij persoonlijk heel goed met elkaar overweg kunnen. En als we wel eens verschil van mening hebben, dan kunnen we daar ook A, goed uitkomen. B, kunnen we er achteraf ook goed om lachen. En dat is denk ik ook buitengewoon belangrijk. Geen onnodige persoonlijke tegenstelling. Dames en heren, namens het college en de gemeenteraad heet ik u allen hartelijk welkom op deze ontvangst aan het begin van het nieuwe jaar. Weliswaar is dat nieuwe jaar al 9 dagen oud, maar dat neemt niet weg dat ik u namens het gemeentebestuur een zeer voorspoedig 2016 wil toewensen. Voorspoedig, want er liggen ook een aantal stevige uitdagingen op ons pad. En we hopen daar samen met de burgers van deze stad, het bedrijfsleven, onze vrijwilligers en alle anderen die zich betrokken voelen bij het wel en wee van Leidschendam-Voorburg, invulling aan te geven. Terugkijkend naar 2015 waren er een paar prominente onderwerpen die heel veel aandacht trokken. En allereerst was dat de overdracht van de Rijkstaken in het sociaal domein naar de gemeente. Ik kom tot een afronding, dames en heren. In februari 2015 is een nieuw college aangetreden dat enthousiast en met veel ambitie, maar vooral ook in overleg en samenwerking met u, een aantal bouwstenen voor de toekomst van Leidschendam-Voorburg wil plaatsen. En vanaf 1 september zal de nieuwe burgemeester met frisse blik en nieuwe energie daar ook zijn of haar bijdrage aan gaan leveren. Ik wens u dan ook allen een positief en energiek 2016 toe. Dank u wel. We zijn hier vandaag op de nieuwjaarsreceptie van Leidschendam-Voorburg. Geopend door burgemeester Van der Sluis. Daarvoor heeft u kunnen luisteren
naar een gesprek van onze voorzitter Louis Becker en zijn vrouw. Met zowel de burgemeester van Leidschendam als de burgemeester van Wassenaar. En uiteraard gaan we zo nog even de zaal in. En ik heb al wat fractieleden zien rondlopen voor wat vragen en wat zij voor 2016 in petto hebben. Wethouder Kist hier bij mij. Wat zijn uw plannen voor dit jaar? Oh, ik kom in het eerste kwartaal van het jaar kom ik met mijn duurzaamheidsagenda. Maar waar we het afgelopen jaar heel veel tijd hebben gestoken om dat goed voor te bereiden en met een hoop mensen te praten. Dus daar ben ik heel blij mee. Een redelijk groot verhaal. We zijn natuurlijk vanzelfsprekend met dat asielzoekerscentrum binnen. We willen gewoon dat het goed landt. We willen dat ook daar de mensen goed betrekken en zorgen dat als het er is, dat dan iedereen denkt oké, zo kan het ook. En dat je gewoon ook een mooi voorbeeld kunt zijn van hoe het wel kan. In plaats van alle verhalen die je natuurlijk af en toe hoort over hoe het minder goed gaat. En het derde waar ik natuurlijk heel veel aandacht aan wil gaan besteden is wat we het sociale domein noemen. De zorg, zorgtaken die we hebben gekregen. Daar hebben we nu een eerste slag in gemaakt. Maar dat willen we nog gaan verbeteren. Dus daar gaan we ook dit jaar heel erg veel werk van maken. Ja, wat er voor 2016 op onze agenda staat is dat we het sociaal domein nog beter in elkaar weten te knopen. Er zitten natuurlijk zoveel laagjes in dat het verstandig zou zijn als we de rest van het jaar en ik denk ook het jaar daarna blijven nadenken hoe je het zo in elkaar kunt steken dat niemand last heeft van stapeling van bezuinigingen. Dat niemand geïsoleerd wordt of opgesloten raakt in zijn eigen huis. Maar ik denk dat u moet toegeven dat de mantelzorg niet altijd werkt. Nee, en dat is precies waarom je moet kijken of er ook andere manieren zijn. Als je alleen al kijkt bijvoorbeeld naar wijkverenigingen, buurthuizen. Dat lijkt geen zorg, want mensen gaan er naartoe om een avond te bingoen of te bridgen. Maar het is zo vreselijk belangrijk in sociale controle, in mensen die de straat op kunnen. Als je af en toe eruit kunt, het houdt je ook gewoon bezig en het houdt je scherp en het houdt je een beetje jong. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat nooit uit het oog mogen verliezen. Dat dat niet alleen een kostenpost is, maar gewoon onderdeel van het sociaal domein. Een buurvrouw die kan niet meer alleen naar buiten, dan zou er dus iemand moeten komen om naar de vuilnisbak samen te lopen. Maar u zegt zelf dat ik heb een buurvrouw, dus ik denk dat u zegt van, nou dan breng ik, als ik mijn restafval wegbreng, vraag ik ook mijn buurvrouw ook de restafval heen. Ja, maar mijn hele straat is zo. Het is niet zo dat ik het niet wil, maar er zijn zoveel mensen. Dus daar, ik geloof dat er daar ook wel een oplossing zeker gevonden wordt. Dat de mensen toch wel geholpen van, de mensen hebben een thuishulp of een wijkverpleegkundige. Of mensen die helemaal niet zelfredzaam zijn, die worden toch niet aan hun lot overgelaten, neem ik aan. Er komt toch wel een hulp in huis. En de rest afval die is ook wel in huis gehaald. Dus hoe is dat afval eigenlijk binnengekomen? Daar kunnen we ook kijken. Ja. Daar heeft wel iemand binnengehaald. En die persoon kan ook dat klein beetje restafval wegbrengen. Heeft u nog meer slimme tips? Oh, een heleboel. Maar dan moet ik even de... Zullen we dat een keertje in de studio verder bespreken? Samen met uw collega. Want die heeft ook hele slimme antwoorden. Uitstekend. Zullen we doen. Dank u wel voor het gesprek. Veiligheid is voor ons altijd een heel belangrijk item. En de veiligheid moet u denken aan het verkeer natuurlijk, vervoer. Maar ook de veiligheid voor inwoners en de inwoners van het AZC dat ook gaat komen. We zetten ook in op natuurlijk het nieuwe afvalbeleid. Dat gaan we ook monitoren. We zijn daar wat kritisch op geweest. En ja, we willen ook kijken hoe dat nu verder gaat. En ja, daar ook voor de inwoners goed naar luisteren en weten wat er speelt. Waar de problematiek ligt. Wat zijn uw plannen voor 2016? Mijn plannen voor 2016? Nou, ik ben sinds 28 oktober officieel benoemd voor 6 jaar als burgemeester van Beulen. En mijn ambitie is in Beulen een geweldige mooie gemeente. Ervan te maken. Dat is het al. Maar natuurlijk mijn uiterste best te doen om dat nogal veel mooier te maken. Mogen wij u daar allereerst mee feliciteren? Dankjewel. Ja, natuurlijk. Maar ik heb begrepen dat u ook een binding heeft met de wijk Prinsel. Ja, die binding die zal nooit verloren gaan. Zoals ik die binding met Leidschendam-Voorburg ook nooit verloren zal laten gaan. Ik heb hier een ontzettend fijne tijd doorgebracht als wethouder, 8 jaar lang.
met ontzettend veel mensen plezierig samengewerkt. En de Prinsenhof, ja, dat was toch, met alles wat ik gedaan heb, was dat toch wel een beetje mijn lievelingswijk. En de mensen die ik daar heb ontmoet, de sociale activiteiten die daar op gang zijn gekomen, de prachtige vernieuwing van de wijk, ja, dat zal mij altijd bijblijven. Daar ben ik geweldig trots op geweest en nog steeds. Ik ben voorzitter van het ondernemersplatform Hollandse Plassen. Dat heeft vooral dus te maken met water en Vlietland, een groot recreatiegebied hier in de buurt waar ik ook directeur van ben, van de onderneming die dat exploiteert. Dat is natuurlijk mooi water en eigenlijk de eerste Hollandse plas van het zuiden af gezien. En we hebben natuurlijk de Vliet hier, wat ook een geweldig waterverbinding is met een enorme cultuurhistorie. En de meneer daar met die mooie das, die weet er ook alles van, want die is de voorzitter, ex-voorzitter van de Vlietzeilers. En ook voorzitter van de watergebonden bedrijven en verenigingen hier in Leidschendam-Voorburg. Ja, wij noemen dat heel kort samenwerkende watersport Leidschendam-Voorburg. En u bent alle drie ook zeilers, zwemmers? Ja. Nou, stel ik nu een rare vraag. Zwemmen doen we natuurlijk af en toe, maar we zijn met name de zeilsport. De zeilsport is eigenlijk de ruggengraat van de watersport, wat ons betreft. Maar het gaat ons met name ook om de surfers, de roeiers, maar ook om de scoutings, de waterscouts en wat is meer zijn. Wij organiseren Bart en met name ook Wang Choi van de MKB Leidschendam-Voorburg. Ieder jaar op 16 april opening watersportseizoen. Opening watersportseizoen wordt voor de zesde keer georganiseerd op 16 april. En dat wordt echt een groot evenement dit jaar. Opening watersportseizoen 2016 wordt namelijk ook samen georganiseerd met de musea, met erfgoed, podium, met scoutings. Wij verwachten een opkomst van zo'n 350 mensen. Onze plannen voor 2016, ja, heeft u een uurtje, zou ik bijna willen zeggen. We hebben heel veel... De highlights. De highlights, nou. We hopen natuurlijk met winkelcentrum Leidschehaag een hele mooie stap te kunnen gaan maken. Dus laten we daarmee gaan beginnen. Het winkelcentrum heeft gewoon echt een renovatie nodig. Dus we hopen daar dit jaar mee aan de slag te kunnen gaan. Uiteraard aandacht voor de minima in onze gemeente. Dat blijft gewoon een voortdurend aandachtspunt. Ook minima. Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Dus ook de mensen die wat minder breedte hebben. En vooral de kinderen uit die gezinnen. Dus daar ook weer extra aandacht voor. En u heeft volgens mij net gehoord, de sport. Hè? Zoals u ook weet, er ligt nu een sportvisie voor aan de raad. Ik hoop dat de raad daarmee in gaat stemmen. Even afwachten uiteraard. Maar ik hoop ook op het gebied van sport weer een aantal hele goede dingen te kunnen gaan doen. Zodat we de komende jaren met elkaar, samen met de sportvereniging, kunnen gaan werken aan een hele gezonde sportgemeente. Maar ook op het gebied van gezondheid wat beter kunnen gaan doen. Onze sportaccommodaties beter gebruikt gaan worden. En dat we hoop ik nog meer mensen aan het sporten gaan krijgen. En ook vooral kinderen. Want dat is toch wel heel erg belangrijk. Oftewel, u krijgt het druk dit jaar. Ik denk niet dat ik mij hoef te gaan vervelen dit jaar, nee. En de heren, die hebben het al druk. Dan mag ik u alle drie alleen heel veel sterkte voor dit jaar wensen. En ik hoop dat we elkaar zeker nog tegenkomen. En die dit een mooi jaar van maken met inderdaad. Z'n allen. In ieder geval 16 april. Ja, als het kan graag. Dank u wel.